Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik zit hier met mevrouw Esperanza Boduits. We praten over Monplezier Nursery. Ik weet niet of u het ook heeft gemerkt, maar het lijkt erop alsof de afgelopen jaren de feestdagen steeds eerder beginnen. En dat is ook bij Monplezier Nursery het geval, want zij zijn al ready voor de feestdagen. What we need is a little Q-Time. Esperanza, welkom in de studio. Dank je. Ja. Fijn dat je er bent om ons een beetje, zeg maar, onze introductie naar de feestdagen wat luister bij te zetten. Ja. Laten we alvast even de vraag stellen wat Monplezier Nursery precies is. Ik weet wat het is, ik ken het, een prachtige plek, maar misschien de andere mensen niet die kijken. Dus, ik merk ook dat je heel erg behoefte hebt aan opfleuren en opbeuren. En ik zie ook in de flowers, de kar maakt me helemaal blij. Ik kwam hier binnen en ik denk, wow, wie heeft dat gemaakt? Ja, daar ziet er zo mooi uit. Ja, speciale dame voor. Ik ben de naam even kwijt, maar was wel iemand die inderdaad het heel mooi heeft gedaan. Ja. Dankjewel. Nou, Monplezier Nursery die doet ook bloemen. Mm-hmm. We kunnen bloemarrangementen maken, of het nou een boeket is, handgebonden, mooi gewrapt. We houden van de wat Japanse stijlen. En we kunnen ook grafstukken maken, bloemstukken. Veel met bloemen, maar ook heel veel planten. En we zijn heel bekend eigenlijk voor de tuinen met de meer Amerikaanse soorten bomen. Dus ook de bonsais en de exclusieve planten kun je wel bij ons vinden. Ja. Okay. Ja. Het is, jullie zijn een juweeltje echt in Monplezier. Dat is ook echt gewoon heel erg aan de naam natuurlijk te merken. Maar je zou het niet denken, want je rijdt er langs en het is een hele hoge muur. Klopt. Maar daarachter gebeurt er van alles en nog wat. Jullie zijn nu ready voor de feestdagen. Vertel me waarom jullie in oktober ready zijn voor de feestdagen. Eigenlijk voor het eerst. Kriebels? Ja, we hebben het gemerkt eigenlijk vanaf COVID. Ja. Dat de mensen heel vroeg willen beginnen met het opzetten van hun boom. Of een guirlande willen aankleden. Of voorin van hun huis iets willen doen. Maar om die gezellige sfeer van de van kerst eerder in huis te halen dan pas in december. En we hebben dit jaar voor het eerst voor elkaar om begin oktober helemaal ready te zijn. Ja. Meestal waren we wel al bezig, maar nu alles hangt, alles staat. We hebben een hele mooie showroom opgezet en we hebben gedacht, we gaan ook een korting geven voor de mensen die niet zo last minute zijn, maar die echt op tijd zijn met plannen. De planners. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar ik vraag me toch af, als jullie nu al inderdaad al helemaal gestokt zijn, dan is de verkochte status heel erg snel voor de deur. Klopt. Ik heb ook echt mensen die binnenkomen en die zeggen, ja, ik ga morgen beginnen met de boom. Of we zijn vandaag begonnen met de boom. Gaan jullie ook nieuwe spullen krijgen? Want dit zijn de nieuwe spullen. Nou, we hebben een combinatie. Ja. We hebben een combinatie van de voorgaande jaren. Mm-hmm. En zo is de korting ook maar opgebouwd. Mm-hmm. En we hebben nieuwe spullen ertussen. Wat het mooie van Monplezier Nursery, ik weet dat er een groot aanbod, ik weet dat er een aanbod in Suriname is aan kerstspullen. Ja. Maar wij zijn toch wel een beetje exclusief. Ja, oké. Okay. Maar zijn gespecialiseerd op kerst in dit seizoen? Nee. Ja. Goeie vraag. Okay. We hebben gewoon een heel nieuw gebouw neergezet. Oké. Okay. Weliswaar op ons terrein, maar daar heb je alleen maar kerstspullen. Oké. Okay. Ja. Oh, en dat is wel de moeite waard. We lopen elkaar niet zo voor de voeten, want het is echt een ruim, een ruim gebouw wat we hebben neergezet. Waar je toch wel doorheen kan wandelen. Ja. En de ballen op kleur. Dus je hoeft niet te verdwalen. Als je zegt, oh, ik heb dit jaar crème. Ja. Dan ga je naar de crème hoek. We hebben een blauwe hoek. We hebben thema's. Bijvoorbeeld candy trees. Tegenwoordig wordt er van alles en nog wat aan variaties aangeboden. Wat het natuurlijk ook wel leuk maakt. Ja. Ik denk dat het een, voor de mensen die natuurlijk aan kerst een religieuze koppeling maken, voor hun
heeft het een beetje andere betekenis. Klopt. Maar voor de rest mogen we het ook wel gewoon meegenieten. Ja. Niet alleen maar in de religieuze sfeer. Het is wel de tijd van het jaar. En dat wat je zei, dat mensen het toch wel belangrijk vinden om ook opgelift te worden. Hoe Klopt. Je het draait of verkeerd. Maar we hebben in Suriname de laatste jaren ook wel eigenlijk meer een beetje de tradities aan het overnemen. We hebben veel meer Halloween bijvoorbeeld de laatste tijd. Ja. Doen jullie daar ook aan mee? Ja, ja? Okay. Ik heb vorige week toch wel een paar Halloween schikkingen gemaakt. Ja. Met een, bloemen in kleur. Ja. En dan bellen ze me en zeggen, ja, ik wil autumn flowers, mm-hmm. herfstthema. Ja. Maar ja. ik begrijp de kleuren, ja. ik weet hoe het eruit moet zien en dan gaan we ermee aan de slag. Okay. Ja. Ja, het is wel leuk. Maar het is mooi om te zien dat inderdaad er iets is geïntroduceerd dat het gewoon groeit en dat het eigenlijk zijn eigen plek begint te krijgen. Klopt. Dus dat is wel, dat vind ik wel... We zijn ook heel erg op de... ons motto is ook celebrate every day. Ja. Dus we zijn een prachtig motto. Ja, sowieso. Toch? Ja. Dus we zijn ook... gefocust om van alle soort nationale en internationale dagen die een feestelijk karakter hebben op te zoeken op internet. En dan heb je ineens een girlfriend day, een boyfriend day, een wife day, een husband day. Dus allemaal promoten we extra. En dan zie je ook echt die bestellingen binnenkomen. En we weten wat het ook creëert. Want 2 jaar geleden toen we met girlfriend day echt heel veel in de promotie zijn gaan zitten... Mm-hmm. Waren er toch wel een paar boze girlfriends die dachten van, ik heb niets gehad. Ja. En het jaar daarna zie je van, ja, ik moet voor girlfriend day. Terwijl het jaar daarvoor, of dus 2 jaren daarvoor, niemand echt iets deed met girlfriend day. Het was meer Valentijn. Maar nu hebben we, er zijn meer dagen waar je, celebrate every day. Just because it's Tuesday. Ja. En celebrate life. Misschien is dat gewoon dat, een... Dat is maar goed, het. Je praat natuurlijk nu over seasonal. Ja. Maar je zei het al. Jullie doen ook gewoon reguliere bloemschikkingen. Klopt. En ook grafstukken en kransen. Ja. Dus ook het reguliere werk gaat natuurlijk wel gewoon gaat door. Gaat gewoon door. Ja, dat wordt dan in het andere gebouw. En speciale gelegenheden. Klopt, ja. Oké, maar jullie hebben een nieuw gebouw. Het is natuurlijk reden genoeg om even langs te komen en te komen kijken. En ook een mooie kerstuitstalling. Dus in ieder geval, als we nu komen, zijn we denk ik hopelijk wel op tijd. Ja, we hebben de actie tot... Nou ja, sowieso mag je het heel jaar doorkomen. Zeker ook voor de kerstartikelen zijn we gewoon tot de dag voor kerst zijn we volgens mij gewoon open. Tenzij uitverkocht. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Het gaat nu al hard. We zijn de 2e week van oktober zijn we begonnen. Mm-hmm. En we hebben een actie. We hebben kortingen van 20% tot 50%. Ja. Moet je maar even komen kijken wat het allemaal is. Maar we gaan met de actie door tot eind november. Oké, heel goed. De vroege planners, die hebben voordeel. Ja, klopt. Okay. Esperanza, eigenlijk beneek je, want jij mag nu al elke dag met de feestdagen bezig zijn. Klopt. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel. Ik neem aan dat we de mensen naar je social media pagina mogen verwijzen. Heel graag. Voor plezier foto's nursery. En nog steeds te laten zien wat jullie achter de muur te bieden hebben. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval wel aan te raden om even langs te gaan. Zeker. Te kijken, even langslopen kijken. Op Facebook zie je heel veel inderdaad. Ja. Maar als je langskomt, dan kan je ook voelen en die sfeer gewoon proeven. Ja. Ja. Okay. En jullie zijn open tot? We zijn maandag tot en met vrijdag open van 9 tot 5:30. Ja. Mm-hmm. En op de zaterdag zijn we ook open, maar dan van 9 tot 2. Ja, oké. Okay. Ja. Is goed. Nou, en via app zijn we ook bereikbaar. Dus mm-hmm. je bereikt wel heel veel bij ons als je een WhatsAppje stuurt. Dan zodra we... De wensen te kennen geven. Ja. Oké, mm-hmm. prima. Heel veel succes, geniet ervan zou Dank ik zeggen, want jullie zijn alvast in de pre-feeststemming. Ja. Dus ik zou zeggen, maak er een feest van. Doen we. Elke dag zoals Dank je dat wel. Zegt. Dank je wel, Esperanza. Yes. We hadden vandaag een babbeltje met Esperanza Boorduits over Montplaisir Nursery. Dat is een juweeltje van een prachtige tuin. Ze heeft het al uitgelegd, er is ook een nieuw gebouw bij. En het kerstassortiment is al uitgepakt. Dus ze zijn al helemaal ready, steady to go voor de feestdagen in Suriname. Loop even langs als u daar interesse in heeft. Het is ontzettend de moeite waard. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende keer.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.